genomen Jesper Olsen. Goed vanuit de dekking gelopen, Marco van Basten. Dit is Olsen. Prima, Lerby. Voor is Kieft. Van Gerven, gehinderd, maakt er een hoekschop van. Fred Rutten. Lange tijd geblesseerd geweest. Talentvolle jongen, die Fred Rutten. Goed werk, Martin Vrijsen. Langs Rijkaard. Via Kruijf dan bij Rijkaard. Nu ineens erg veel ruimte voor de Amsterdammers. Rijkaard. Vanenburg. Rijkaard. Lerby terugleggen. Goede beweging. En dat het schot van Vanenburg. Goed gepakt van Gerven. Rijkaard. Vanenburg. Søren Lerby. Lerby, Marco van Basten. Edo Ophof. Zeer omzichtig voetbal van Ajax kant. Ze krijgen de ruimte niet. Deze paas dan van Cruijff. Rijkaard. Lerby. En van Basten. Lerby, van Gerven is uit zijn goal. Kieft. Weer voorgeven naar de tweede paal. En dat is daar Rutten. En die maakt er een hoekschop van. Johan Cruijff wijzend naar Rijkaard. Daardoor ook natuurlijk de aandacht afleidend. Ik denk toch dat de paas er naartoe gaat. En dan zit ik dan volkomen naast. Bal komt bij Jesper Olsen. Vanenburg trekken, daar is Kieft aanwezig. En Lerby, en die scoort. Søren Lerby scoort na een uitstekende trekbal van Gerald Vanenburg. Gebeurt allemaal na 27 minuten. 1-0 voor Ajax. Een kwaaie Aad de Mos. Sørensen heeft in ieder geval balbezit voor Twente. Bierke Daal. Sørensen. Kijken of hij ook rechts kan trappen. Daar komt dat balletje. Goede poging van Sørensen. We zijn nog 10 minuten van de rust verwijderd. En Ajax voetbalt wat mat, ook in een veel te traag tempo. Cruijff daar, heel riskant balverlies aan Vrijsen. En dan is Edo Ophof attent, zodat Sanchez Torres niet gevaarlijk kan worden. Maar gaat dan nu ook in de fout. En waarom fluit scheidsrechter Curver nou? Uittrap van Gerven. Rijkaard. Rutten en Olsen. Olsen wint het weer. Bierke Daal hindert. Jesper Olsen, beste man bij Ajax. Doorgekopt van Basten. Kieft moet terugleggen. Ineens misschien. Onderuit gehaald. Vanenburg wordt onderuit gehaald door Marcel Mentink. En Corver besluit om Ajax een penalty te geven. Edo Ophof en Van Gerven weten dat er weer een flits zal komen. Naar een hoek springen heeft praktisch geen zin. Ophof, knal, goal. Ja, zo gaat dat. Zoveelste goal van Edo Ophof. Om exact te zijn, zijn zevende van dit seizoen. Ajax staat op een 2-0 voorsprong, 6 minuten voor rust. Frank Rijkaard. Goeie paas op Marco van Basten. Kieft is voor. Schot gaat onder André van Gerven door. Pas houdbaar dat dit Ajax. Komt op een 3-0 voorsprong in de 43ste minuut. Gaat u nog eens naar kijken. Van Basten krijgt dan die bal. Schiet diagonaal in. Die bal verdwijnt onder de vuisten van André van Gerven. Epi Drost. De vrije verdediger bij de FC Twente. Johan Cruijff. Søren Lerby. Olsen en Vanenburg. Ajax dus afgestapt van een viermans voorhoede. Vanenburg acteert nu daarachter en komt dan met dit schot. En in tweede instantie gepakt door Van Gerven. Applaus, terecht.
Nummer 16, Evert Bleuming, komt erin voor Martin Vrijsen. Een wissel zo rond de 11e minuut van die tweede helft. Cruijff meegeven aan Lerby. Ruimte voor een Ajax-counter zou je kunnen zeggen. Dit is Olsen. Varenburg. Schoenaker is voor. Schoenaker van Gerven. Eerste spectaculaire moment in deze tweede helft. Voorgeven. Van Gerven dan pakken. En dan een wissel bij FC Twente. André van Gerven, de doelman, gaat eruit en wordt vervangen door Theo Snelders. Johan Cruijff. Paas van Cruijff op Olsen, die daar toch nog op rechts stond. Houdt prachtig die bal binnen, Olsen. Molenaar trapt ernaast, maar Varenburg kan nog iets positiefs gaan doen. Probeert dat ook, lift die bal over. Inmiddels 65 minuten verstreken. Het blijft een zwakke bedoeling hier in de meer. Rutten in duel met Rijkaard. Kila verslikt zich in een actieve Jesper Olsen. Via Rijkaard bij Schoenaker. Olsen. Meteen die bal lekker onder controle. Jesper Olsen. Beste speler vanmiddag. Dit paasje op Varenburg en die scoort. Maar doet dat in buitenspelpositie. Tot nu toe de vlotste aanval van Ajax. Maar het wordt voor de Amsterdammers niet beloond. Het blijft 3-0. Blessure voor Epi Drost. Twente moet doorgaan met 10 man. Cruijff en Schoenaker. Varenburg. En Lerby. Olsen start op links. Jesper Olsen. Martin Koopman heeft een moeilijke dag. Zijn directe tegenstander Lerby trekken. En dan is daar dan toch eindelijk Kieft. Die scoort. Uitstekend werk van de twee Denen. Olsen en Lerby. De trekbal kwam op Kieft. En Ajax scoort in de 28e minuut 4-0. 4-4. Eens kijken wat FC Twente eruit haalt. Plasmans. Misschien een toch Bleuming, want de Rijkaard reageert erg laat. Bleuming. Goed werk Ede Ophof en ook goed werk van Schrijvers die niet een penalty veroorzaakt. Je weet maar nooit. Er is altijd nog redding. Nu op de lijn. Sanchez Torres. Koopman. Schoenaker. Kruijf. Ja, dat zijn natuurlijk bewegingen. Daar heeft het publiek applaus voor over. Dan kijken we naar Rijkaard. Schoenaker. En dan wordt het Varenburg. En blijft Kieft voor. Rijkaard. Lerby van Schip. Van Schip langs Sanchez Torres. Teruggelegd. Varenburg, goal. Een wat trage Ajax-aanval wordt dan toch beloond. Met de vijfde goal via Varenburg. Johan Cruijff. Lerby. Varenburg. En het eindsignaal van Charles Purver. Een zeer matig duel. Vrijwielend gewonnen door de Amsterdammers. En voor FC Twente ziet de toekomst er zeer somber uit, maar dat had u al begrepen.